Ik ben deze even Lunteren. Op deze foto ben ik 7 jaar oud en speelde ik bij SV Almere bij de Meiden 1. En hier is het allemaal begonnen. Nou ja, mijn broers voetbalden altijd bij SV Almere. En we speelden al veel buiten samen en zo. En toen vond ik het zo leuk dat ik eigenlijk ook op voetbal wou. En toen heeft mijn moeder me eigenlijk, ja, ik denk uit gemak natuurlijk ook een beetje, ook op SV Almere gebracht eigenlijk. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik wil altijd winnen, ja. En als ik niet won, was ik best wel geïrriteerd. Of als het niet loopt, dan werd ik gewoon ook wel echt boos en geïrriteerd. Ja, nog steeds. Ik denk dat ik van jongs af aan wel al alles gaf voor het voetbal. Voorop liep in een strijd. Geen duel aan de kant ging. En dan buiten eigenlijk, ja. Ik was niet een meisje. Ik ging niet met poppen spelen. Niet iedereen begreep heel goed waarom ik zoveel trainde. Ik had vooral heel veel vrienden, heel veel jongens als vrienden. Ik heb wel veel dingen moeten laten, ja. Heel veel verjaardagen vooral, afspraakjes, weekendjes weg, bruiloften. Heel veel van zulke soort dingen, ja. Mijn 17e, daar ging het allemaal wat lastiger en ik kreeg wat meer kramp steeds in mijn kuiten rond de 70ste minuut. Dus dat was heel raar en toen hadden we een toernooi met onder de 19 en ik had zoveel last van mijn buik en we wisten maar niet wat het was. En toen ben ik uiteindelijk terug naar Nederland gegaan, na het toernooi. En toen heb ik een darmonderzoek gekregen en toen kwam er uit dat ik de ziekte van Crohn had. En dat was best wel lastig op het begin, omdat je op een gegeven moment moet je zoeken naar een medicijn wat niet aanslaat of wel aanslaat. En ik zat net bij Oranje, sloot ik aan, na de onder 19. En dan kon ik niet meetrainen, want ik had geen energie of ik had dit, dus er liep je er een beetje achteraan. Dus dat vond ik toen wel denk ik het lastigste, ja. Dus ik was wel altijd iemand die, weet je wel, ook had je zoveel pijn, dan ging ik alsnog. Ook al zag je al dat, je bent veel slomer geworden, want je hebt gewoon geen energie. Dan ging ik alsnog. Dus ik bleef gewoon maar gaan, ook al kon het niet. Dus ja, ik gaf gewoon zelf niet aan toe, hoor. Dat was het ook wel. Nou, het heeft me wel zeker sterker gemaakt, ja. Dat je wel moet genieten wanneer het wel goed gaat. En van de goede dagen. Zeker. Ja, ik heb voor Ajax het eerste doelpunt gescoord. Dus dat was wel, gewoon niet eens het eerste doelpunt, maar gewoon hoe het daar was. Het was zo vol, wat je normaal, zeg maar, nu bij het Nederlands elftal ben je dat gewend, maar je was dat toen helemaal niet gewend. En de hele toekomst was vol, het was een mooie dag. En er waren wat jongens van de eerste kijken, zoals Siem de Jong was kijken, Deli Blind was kijken. En dat was gewoon al mooi. Weet je wel, dat je het veld op kon lopen en iedereen staat te juichen en te klappen. En ik denk dat ik dat nog zelfs mooier vond dan mijn eigen doelpunt. Nou ja, bij Ajax word je sowieso serieus genomen. Ik bedoel, het is gewoon ook al een serieuze club. En ze verwachten dat je er alles uithaalt en elke dag het beste van jezelf laat zien. Dus dat al. En we hebben sinds dit jaar een COO. Dus dat zegt ook al iets over het vrouwenvoetbal. Dat is bij elke club nog niet. En daaraan kan je zien dat Ajax wel een stapje voor is bij de andere clubs. Ik heb het EK gespeeld, WK gespeeld, nog een EK, nog een WK. Ik ben een kampioen geworden met Ajax, beker gewonnen. Dus ja, ik heb mijn doelen zeker bereikt, maar dat betekent niet dat ik nu geen kampioen wil worden of niet de beker wil halen. Ik wil alsnog alles halen en dat iedereen er alles uit haalt om het doel te bereiken. Wat ik de jonge meiden wel mee wil geven, eigenlijk gewoon heel veel plezier moeten hebben en elke dag alles eruit willen halen, heel hard trainen. En ook al lukt het niet of ben je iets minder dan de ander, als je heel hard werkt en echt wil voor wilt gaan en alles ervoor wilt laten, dan lukt het ook. Zeker.